Zo. Mm-hmm. Ik heb hier een zonk. Ja, met je arm achter de rug. Ja, en mijn arm inderdaad achter de rug. Dat is deze voet, dat is mooi. Een hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is alweer vandaag zondag 5 juli. Het is bijna 11 uur in de ochtend. Mijn naam is Karen Stammen van der Werf. En mijn man die heb ik momenteel even aan de telefoon. En dat is Roderick Stammen van der Werf. En samen met onze dieren vormen wij dus familie Stammen van der Werf. Ben je nieuw op onze kanaal? Ik zou zeggen abonneer. Doe het duimpje omhoog. Reageer. En laat het. Een leuke reactie achter. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze nieuwe vlog met alles wat we gaan doen. Wat is er? Liggen? Ja, je bent wel lief. Zachtjes. Zachtjes. Smoelijk, zeg maar. Ik kom eens hier. 1, 2. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Je bent zo lief. Je verkont. Oh ja, zo, dat doet zeer, au, zo. We hebben Lady nog, die ligt helemaal naast mij. En waarom ga jij nou weer in één keer uit beeld? Ik ga rechtop zitten. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Hoe moet je dan zitten dan? Nou, gewoon. Gewoon, hoe je gewoon. Juist, zo, ja. Tuurlijk wel. Nee. Ga hangen. Deed je net ook. En omdat je dus nu in beeld komt, dan ga je eruit. Ja. Why? Au, en doe de deur maar open. Doe maar, doei. Ga je er ook achteraan? Ja. Lekkere grote haarbende. En die hebben we hier nog lekker liggen. Nee, laat, schat, het moet toch verschoond worden. En die hebben we hier nog lekker liggen. Nee, die hè. Hij. Hij. Mijn meisje. Hij. Is dat zo? Nee. Kom hier. Met je dikke kop van je. Zo. Ja. Dankjewel. Ik ben ook blij met jou hoor. Ja, ik ben heel blij met jou, is je dat? Ja. Heel blij met jou. Kijk dit dan liggen. Schat. Hoi. Mm-hmm. Zo lief. Hm? En ik denk iedere keer dat er een haar op me zit, maar dat is... De camera. Oh, dan ga je weer zo met je kop? Nee, en bedankt, hè? Hé. Hey. Zacho. Zacherijntje. Wat dan niet? En dan hebben we daar mijn liefdallige man Roderick. Hoe gaat ie? Ja, een beetje brakker. Daar is de camera, niet hier. Daar. Ja. Maar vertel me zo een beetje brakker nog. Ja, naar bed gebeld. Ja, is toch handig? Ja, ik wakker van. Ze gaat wel de dag liggen te slapen. Ja, maar ik was ook nog met net 2 seconden wakker of zo. Dus... Ik was nog helemaal niet wakker. Ja, nou en? Dus? Dus dan lag ik te slapen. Natuurlijk wel. Lekker uit je bed komen. Wekkertje zetten. Lekker de vroeg uit. Lekker uit zetten en eruit gaat. Lekker weten. Ik had mijn wekker gezet. Okay, maar je wilde er niet uit wakker. Nee, moet dat dan? Ja. Nee. Dan zet je geen wekker. Tuurlijk wel. Om gewoon rustig wakker te worden. Ja, Leid. Rustig wakker worden, hè? Ja.
Nou, ik ga wat doen vandaag, maar dat zien jullie later. Hey, ja. Yeah. Toen was ik ook alweer lekker uit. Ik heb mijn haar even gedaan. Maar ik ga jullie eventjes iets mededelen. Het kan vandaag een hele rare vlog gaan worden. Want ik ga deze hand niet meer gebruiken. Dus dat wordt alleen maar met deze hand. Dus ik ga nu nog even wel even een haartje weghalen. Maar zodra ik deze telefoon op mijn statief heb gezet, probeer ik deze hand niet meer te gebruiken vandaag. En anders gaat Ro eventjes filmen wat ik ga doen, et cetera. Dus of dat ik ga filmen, maar het kan dan een beetje een rare vlog worden. Wat leuk. Dus heel veel kijkplezier gewenst met deze rare, verschrikkelijke, gekke, leuke, humoristische vlog. Zo, nou, ik ga mijn sokken aandoen. Dat wordt hilarisch. Dus Roderick gaat even filmen hoe ik dat ga doen. Ja, sokken aandoen met één hand en schoenen ook aandoen met één hand en veten strikken. Vinden jullie die dan leuk? Ik zou zeggen, doe al vast een duimpje omhoog. Zo, ik heb hier een sok. Ja, met je arm achter je rug. Ja, en mijn arm inderdaad achter de rug. Dat is deze voet, dat is mooi. Wat ga je allemaal doen? Dit is heel vreemd. Het lukt je wel. Ja, en me nou nog zo meteen veten strikken. Ja. Dat is één. En nou die andere nog. Nou die andere nog. Houd in de gaten. Voor de mensen die dus hun handen of één hand niet kan gebruiken, heb ik dus nu al heel veel respect. Vooral omdat ik dus geen normale instapmodellen heb. Mm-hmm. Ja, ik kan wel mijn slippertjes gebruiken, maar op mijn sandalen. Mijn sandalen. Nou, ik ga het gewoon proberen om mijn veten te strikken. Dat is handig, met één hand. Hoe je dat gaat doen, ik weet het niet. Dus dit wordt nog wat. Eerst aanzien te trekken. Zo vaar zo goed. Nee, ik ga sowieso vanavond koken met één hand. Hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Maar oké, ja. Heb jij nog een leuke opdracht voor mij? Alsjeblieft, dan kan ik even mijn loosje even omdoen. Maar deze, kijk, deze kan ik hier wel gewoon op doen. Die wel. Of ik mijn loosje om ga doen, weet ik nog niet. Want daar ben ik altijd weer met deze hand. Dus dat ga ik niet redden. Dus dat mag jij gaan doen. Ah! Je hebt een horloge om de hand waarbij je het om wil doen. Ja, ja. Hoe doen mensen dit, zeg? Even kijken, hoe moet dat gaan doen dan? Ja, ik mag die niet gebruiken. Kaksen. Ja, goeie. Hoe doen mensen dit? Ik denk het horloge omgekeerd neerleggen en dan dichtbinden. Ja, hoe? Dat is wat ik denk. Hoe dan? Ja, als je dus...
Nou, krijg de hek, joh. De hek liever niet, nee. Ai! Er komt iemand helpen. En dan gaat die andere weer glijden naar zitten. Ga eens even naar de kant. Move. Gaat niet met jullie erbij. Gaat je riem omdoen? Ja. Je hebt één riem. Daar zit alles. Dat is lastig. Natuurlijk. Zo, die heb ik netjes gedaan. Roderick is mijn support en hij gaat dus mij meehelpen met alles vandaag met één hand te gaan doen. Ja, erg handig. Maar hij gaat het wel doen, dus daar ben ik heel blij mee. Ook leuk. We gaan nu eerst even naar onze bekende 70% bak. Even kijken wat er nog in zit. We nemen jullie uiteraard gewoon weer gezellig mee. In de aanbieding genoeg, schat. Alleen ik kan nou mijn telefoon niet. Dat is handig. Ja, dat is leuk. Oké, ik doe het even op een andere manier. Ja. Oké, wat hebben ze hier allemaal? Biefstuk, zeet, zout, peper. Voor een euro. Kiplapje pikant. Ja, die wil ik wel lekker. Helemaal lekker. Voor een euro. Waar hebben we het over? Eens even kijken, wat hebben we nog allemaal meer? We hebben boeren gehaktsnietsel voor 2,50. We hebben deze. Nu dus drie bakjes wokblokjes en kippendij, pikant. Dus dat wordt nog een lekkere salade voor mij. Zeker. Handig. De challenge aangaan. Waarbij je maar één hand mag gebruiken. Twee kazijntjes. Ja. Ja, ik heb dus nu iets ontdekt. En bij de Jumbo. Ja. Dat de Jumbo dus nu tegenwoordig sorbets verkoopt. In kleine leuke bekertjes. En dat is dus lactosevrij ijs. Ja. Lactosevrij ijs. Dus dat is wel lekker. Dus die ga ik weer even zo meteen halen. Dus ja, hij is handig. Yep. Dus daar ga ik nu ook gelijk naartoe lopen. Naar de lekkere sorbet ijs. Van de goed eigen merk Jumbo. Kijk, hier staat hij. Stiek idee.
Het kijken van mijn scherm. Zoveel hebben ze niet meer. Ah. Die hebben we uitgekocht. Even kijken. Oh, lekker zijn dan. Hier twee van. Daar twee van. Lekker. Sorry. Oh. Sorry. Excuus. Gelijk. Mijn fout. Dat dacht ik al. Mijn fout. Dat is gewoon een automatisme. En deze kost me liefst. Ja. Deze lekker sorbet ijs. Kost me liefst dit. Mango 1,44. Framboos 1,65. Citroen 1,38. En kokos 1,55. Dus, en dit is lactosevrij ijs. Dus alleen maar beter. Yep. Ja, en dit wordt niet waar, hè? Ja. Zo. Kijk, die is als nee. Pindakarmes. Hoe ga ik dit inpakken nou? Heel gemakkelijk. Krijg ik al te horen, ik kan dat. Zo. Leuk, hè? Challenge aangaan. Via YouTube. Alles met één. Zo raar aangekeken. Oh, heerlijk. Heel raar nu. Zo raar. Alles doen met één hand. Ja. Ja, nou, ik heb, wij zijn weer dus weer net terug, ja. En ik kan zeggen dat het erg lastig is om alles maar met één hand te kunnen mogen doen, ja. En Roderick heeft wat op de stoel gelegd. Meneer, gaan we daar eens even weg? Nee, ga daar eens weg, kom. Ga daar eens even weg, kom. 1, 2, goed zo. Maar we hebben ook nog wat lekkers gehaald voor de jongens. Kijk, wortels. Dus die ga ik even geven, ja. Dus ik zet jullie eerst eventjes in bij de jongens en dan haal ik het op. Dus tot zometeen maar weer. Lekker. Nou, die hand gebruik ik dus niet. Maar ik moet wel wat dingen op de computer doen. Dus dat ga ik dus nu ook even lekker doen. Een nieuw mapje aanmaken. Voorlees. Zeg ik mee? Ja, voorlees voor. Zo, ik heb jullie maar even hier neergezet. Ik pak even een beetje zout. Dat is wel handig. Zo. En dan pak ik even een pollepel naast jullie. Is handig. Kijk. Dan ga ik even de macaroni eventjes doorroeren alvast. Dan pak ik deze. Dan pak ik die. Zo, dan heb ik hier bak en braad. 1, 2, 3, 4, 5. Lekker.
Dan pak ik deze. Zo. Dan wordt nog wat. Paprika. En dat even daar neer zetten. Nog een paprika. En ik ga 3 bakjes met wokblokjes nasi bami doen. En dan doe ik even zo. Met een... Zo. Zo. Ik weet nou niet of jullie het heel goed kunnen zien, maar ik zal eventjes de pootjes even goed doen. Zo, nou kunnen jullie het wel goed zien. Hoop ik dan toch. Oké, hoe ga ik dit doen? Ja. Ja. Dit zijn hilarische beelden, denk ik zo. Hè? Dat doet een beetje zeer aan mijn mond. Mwah. Zo. Ik gebruik mijn hand niet, maar ik gebruik wel en wel dus mijn elleboog. Dit is toch nog best lastig.
Nou, ik ga dus nu Roderick even filmen. Dat hij dus gaat koken met één hand. Dus ik ga de camera omdraaien. En ik wens jullie heel veel kijkplezier. Hoe ga je een blik openmaken? Ja, dank je. Oh. Wrapper on. Gelijk maar eventjes onder de kraan, schat. Onder de kraan. Ik kan dat met één hand. Moet je anders dit even overheen doen? Nee, dat gaat zo. Ja. Lekker dan. Dat zijn nou de hilarische beelden. Hilarische beelden. Ik ben er geen takken. Geen lor. Dit zijn hilarische beelden. Om dit nou af te krijgen. Geen idee. Wat is er? Wat is? Dat is heel onhandig. Ja, dat is onhandig, hè? Maar zo moet Sienne dus wel altijd iets doen, namelijk. Roderick, die doet hem daar. Heel slim. Ja, ik weet niet gekend om te doen. Ik wil die weer een keer pakken, maar dat mag niet. Nou. Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb gewoon een mesje gepakt. Ik heb er gewoon in gedaan in mijn bakkies. Kijk, ik ga het mok open. Ja, geef maar. Ik help je wel. Nee. Pak maar. Oeh, deze is zout. Nee. Geef mij maar de gewone. Normale. En niet die witte. Ja. Camera toestaan altijd.
En nu. Ja, dit weer hier neergezet. Ja, ik. Ja, ja. En door. Eet smakelijk. Dankjewel. Niet slecht? Nee, toch niet? Op jouw manier? Is het lekker? Ja. Mooi. Dat is fijn. Wil je wat ruiken? Nee, niet meer. Nee, even. Doe even. Ja, dit was weer een welbewogen dag. Met een dag dat we onze handen niet gebruiken mag, mogen. Net als deze. Maar hoe vond jij het? Een einde uitdaging. Een hele uitdaging. Dat moet niet nog een keer, denk ik. Nee. Maar hebben jullie nog een leuke andere uitdaging voor ons? Laat dat vooral even weten. En vond je deze video nou leuk? Ik zou zeggen, doe dan hier eventjes een leuke duim omhoog. Vergeet dan zeker niet te abonneren. En laat een leuke reactie achter. En doe het belletje aan. En dan zien jullie ons morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Doei!